meegenomen? Zalen, natuurlijk. Dan een kleine filmpje. Ik zeg een cowboy. Oh, Lucilla. Oh. Kijk, ja, heel leuk. Ik zie ze ook niet koken. Die is ook super stoer, jongen. Al dit. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag... Het is vandaag donderdagochtend. De kinderen gaan zo lekker naar school toe. Hey, daar hebben we nog één. Goedemorgen, jongen. Ah, hij kleedt hem wel. En breng zo lekker de kids naar school. Lux, je gaat lekker staan bij het kinderdagverblijf. En mama en papa die gaan weer even lekker chillen in de zaal. Ja, we gaan weer lekker chillen in de sauna. Even een vader-moeder momentje. Sauna? En dan komen jullie straks ophalen. Goed? Is de sauna? Sauna? Ja. Sauna. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Schattig. Wat wil ik zien? Ook een goede morgen van Lixie. Nou, ik heb de laatste donkere was er weer gedaan. Want morgen, uit school, gaan wij weg. Hè? En dan moet allemaal zo gedaan zijn, duifjes. Hebben jullie lekker gedroomd? Ja. Nou, lekker eten. En hier is mijn liefste. Goedemorgen, mijn liefste. Goedemorgen. Lekker gedroomd? Lekker gedroomd. Nou, super. Volgens mij ook. Ja, de storm, jongens. Zal ik jullie dan even uitlaten? Het stormt nog flink. Wat zo is op, Pip. Wat ruiken we allemaal weer? Reetjes, hertjes. Vooruit. Goed zo. Goed zo, Pipje. Ja, dat is vooruit. Ja, vooruit. En wie komt als eerste binnen? Lucilla. Prinses. Nou, heb je zin in schooltje? Ja. Ja, ga je lekker spelen met je klasgenootjes? Ja. En we leren van juf? Ja. Heel veel plezier. Ga maar in je stoel zitten, schat. Ja. Ja? Ja. Nee. De baby stoel. Gaan we lekker zitten, hè? En als tweede komt Lucilla binnen. Hé, hey, vriend. Hoi. Nou, zin in school? Ja, heel erg. Heel veel plezier, jongen. Tot ziens. Binnen. Ja, nog één lange dag. En morgen een heel kort ochtendje. En dan gaan we lekker weg. En daar komt Luxie en mama aan. Ze hebben een huisje. Tot vanmiddag. Doei, huisje. Doei, dag lieve huisje. Moet lukken. Zo, wij zijn weer terug van weg geweest. Terug van de sauna. We rijden nu weer lekker naar huis toe. En ondertussen dat papa naar huis toe rijdt. Kijken we even onder het auto rijden opmaken. Weet dat niet, hoop ik. Want, wil je? Nee. Wat wil je doen? Oh, locatie. Tom, maar doe maar. Ja. Route naar huis wordt gestart. Kijk, nou, ga naar Tolweg en ga dan links. Kunnen we op tijd, dan kunnen we op tijd op de schoolplein staan. Ga naar de route. Ja, kom maar. Ga naar de route. Ja. Kijk, het is multifunctioneel dit. Jullie schuiven er vanaf. Ik gebruik jullie even als spultje. Zo. Kijk, dan maak ik me gewoon even op in de auto. Want we zo meteen thuis op schoolplein staan. Dan ben ik weer helemaal opgetut. Nou ja, helemaal opgetut. Van de sauna. En de sauna gaat natuurlijk mijn make-up er af. Nou ja, zo is alle masker af. Niet dat ik zoveel make-up op had vanochtend, maar dit in ieder geval. Nou ja, dat is allemaal een beetje een challenge om je op te waken tijdens het autorijden. Vooral met zo'n coureur als vader. Dat was wel heerlijk, toch? Dat was heerlijk. Dat was wel heerlijk. We zijn er heel de tijd niet geweest bij de sauna. Omdat we hadden allemaal. Eén keer waren we in de Efteling. De andere keer hadden de kinderen gewoon vrij van school. Dan was het vakantie. En ja, dan gaat Luxie niet naar het kinderdagverblijf. Dan gaan wij dus niet naar de sauna. En de scholen staakten. Waardoor wij dus ook niet meer echt naar de sauna konden. Want dan hadden we de andere twee kinderen thuis. En dan doen we Luxie ook niet de kinderdagverblijf. Dus we hadden gewoon heel veel kids-tijd gehad. Maar goed, nu hadden we dus tijd weer terug. Ja. Nou, ik ga nog even verder met het opmaken. En dan gaan we zo naar huis. En we gaan trouwens iets heel erg leuks doen. Het heeft allemaal een beetje te maken met de nieuwe videoclip. Dat was lobbeltje. De nieuwe videoclip van Luan, die eraan komt. Echt, wordt heel erg leuk. Jullie hebben al in de vorige vlog een beetje de locatie sneak preview gehad. Daar heeft het dus allemaal een beetje mee te maken. Daar ga ik jullie thuis even wat meer over vertellen. Maar we gaan zo meteen dus iets leuks doen wat te maken heeft met de videoclip van het nieuwe liedje van Luan. We zijn weer thuis. We treffen hier hartstikke drukke Woezel en Pip aan.
Pip, oh, Pip, lekker aaien. Ik ga Pip altijd zo doen, hè? Kijk, gaat ze zo staan. Vind je dat lekker, Pip? Nee, woes, nee, woesel. Nee. Oh, gekke hondjes. Gekke hondjes, oh, Pippi. Woesel, niet je kleedje. Je had even een handdoekje aan je. Ja, ja, jullie eigen mand zit in de was. Oh, gekke hond. Woesel, woesel, gekke woesel. Oh ja, dat kan ook. Oh ja. Oh, woes. Oh, jongen. Hé, hey, dus rustig met je zus. Een druk broertje heb jij. Ja, gekke hondjes. Nu kan ik eventjes een beetje kort vertellen wat we zo meteen gaan doen. Want zoals jullie wellicht weten, komt er weer een nieuw liedje uit voor Luan op zijn YouTube-kanaal. Een eigen liedje. Waar natuurlijk ook Luxie en Lucilla weer lekker in mee gaan dansen. Mama en papa zijn ook alweer door de videoclip heen dwarrelen. Zoals jullie van duimpje omhoog videoclip ook gewend zijn. Dit liedje komt uit in maart. We hebben weer de schrijver die ook duimpje omhoog heeft geschreven. Ook een leuk liedje. Weer een nieuw liedje voor Luan laten schrijven. Super leuk liedje is het geworden. Luan is al zo druk aan het oefenen op zijn kamer. Dat hij het liedje goed uit zijn hoofd krijgt. Er zitten best wel wat rapstukjes zitten erin. Het is een wat pittiger liedje om te leren wat tekst betreft. Wat duimpje omhoog. Maar Luan kan het super goed en hij vindt het heel erg leuk. Zelfs Lucilla die vindt het ook heel erg leuk. Maar een nieuw liedje betekent ook weer een nieuwe videoclip. En zoals jullie wellicht weten of misschien weet je het niet, maar dan weet je het nu. Heb ik eigenlijk ook alle dingetjes wat je in de videoclip van Duimpje Omhoog ziet. Die heb ik zelf geregeld, zeg maar. Zelf gekocht. Om de videoclip leuk aan te kleden en dat soort dingen. We hebben ook weer dezelfde cameraman, gewoon dezelfde crew waarmee we het Duimpje Omhoog filmpje hebben opgenomen. Die hebben we ook weer paraat gevonden om met ons leuke nieuwe videoclip te maken voor Luam. En ik ben dus hard achter de schermen ook weer bezig om hier weer een super gave videoclip bij te maken. We zijn ook al locaties wezen kijken. Dat hebben jullie ook al kunnen zien in een paar vlogs geleden. Het is uiteindelijk de locatie gevonden die jullie in die vlog hebben gezien. Voor degenen die niet hebben gezien die vlog, is dus in een soort cowboy western idee. Dorp, village, super gaaf. Super gaaf zag het daar eruit. Heel veel leuke plekken waarmee je leuke videoclips kan opnemen. En ja, we hebben niet alleen maar een videoclip nodig en een achtergrond nodig. Maar natuurlijk ook een beetje alles in die stijl. En dat heb ik dus hier in deze doos zitten. De dansschool waar Lucilla balletles heeft. En waar we ook haar balletfeestje hebben gedaan. Die vond het super leuk om met ons mee te denken over een leuke choreografie. En ze hebben ook 4 danseressen voor ons. Die met de videoclip mee willen gaan dansen. En voor deze danseressen. En voor Luan, Lucilla en voor Luxie. Heb ik outfits aangeschaft. Ik moet zeggen dat ik nog niet precies weet. Welke outfits en wat allemaal gaat passen. En hoe het er bij elkaar uit gaat zien. En dat gaan we eigenlijk vandaag doen. Omdat het toch een beetje carnaval is. Volgens mij, nu deze vlog online komt, is het carnavalsweek. Dus we gaan ons verkleden. En jullie hebben het al gezien in de vlognaam, denk ik. Maar we gaan ons verkleden als, ja, cowgirls en cowboys. Kijk, hier zitten ontzettend veel verkleedskleren in. We hebben deze cowboy hoed. Had ik hier al besteld. En zo'n paardensweep dingetje. Van die schoendingen voor over je schoenen. Maar niet alleen dat. Nee, we hebben ook echt heel veel outfits. Deze is voor Luxie. Hoe super schattig. Moet ik even kijken of die haar past, zeg maar. Maar deze heb ik voor Luxie in principe. Die moet ik dus nog even passen. Ik weet niet of Luxie vandaag wil passen. Omdat ze nu ook op het kinderdagverblijf is. En is er vaak een beetje moe van. Maar goed, ik neem het gewoon voor de zekerheid mee. Maar kijk, dit is ook voor Luan een heel leuk pak. En ja, allemaal hele leuke. Dus ik ga zo los met deze, met dit thema. Ik vind het een superleuk thema. Het wordt dus een cowboy thema. En ja, joh, kijk dan. Dit is ook weer hartstikke leuk voor Luan. Voor Lucilla. Ook dit leuke pakje met deze superleuke rok. Maar ja, ook de meiden die meedansen. Die hebben ook cowboy, cowgirl kleren nodig natuurlijk. Dus ik heb ze zelf nog niet in het echt gezien. Dus wat gaan we nu doen? Na school gaan we naar de dansschool toe. Daar ontmoeten we 3 van de 4 meiden die mee gaan dansen in de videoclip. 1 meisje die kon vandaag toevallig niet. Maar die kunnen we wel weer met repetitie zien we die wel. Wat na de vakantie plaatsvindt. Maar nu is het even een soort doorpassessie. Want ik moet natuurlijk wel een beetje weten hoe groot de meiden zijn. Ze zijn allemaal ongeveer 1 jaar ouder dan Luan. Ze zijn ook een stukje groter dan Luan. Dus ik kan niet Luan als voorbeeld nemen wat kleding betreft. Omdat die meiden niet Luan zijn dezelfde maat hebben. Maar kijk, dit ook nog voor Luan.
Papa had ik zelfs ook alweer wat gekocht. Maar ook deze bijvoorbeeld, super leuk. Met zo'n hoed. Kijk, ik kan nog wel even snel laten zien. Ja, dus je ziet het straks ook wel. Kijk, omdat het natuurlijk heel lastig te zien is via internet hoe de outfits eruit zien. En ik niet weet hoe het valt. Kijk, dat is zo leuk. Kijk, deze outfit bijvoorbeeld. Dacht ik van, ik bestel het gewoon. En dan hebben we even een doorpassessie met de meiden. Zodat ik een beetje kan weten wat hun maat is. En hoe het staat, hoe het bij elkaar staat. Hoe het bij de outfits van Luan en Lucilla staat. Of dat ook een beetje matcht bij elkaar. En daarom heb ik heel veel soorten outfits. Nou, heel veel wat soorten outfits uitgekozen. Waarvan ik dacht, hey, dat ziet er leuk uit. Alleen moet ik het dus nog eventjes passen. Of het allemaal past. En welke mate ik nog meer moet bestellen om... voor iedereen hetzelfde pakje te doen. Ik vind het wel leuk als ze allemaal hetzelfde pakje aan hebben. Dus dat ga ik zo meteen doen. Deze had ik ook nog erbij. Oh, super. Kijk, dat is een hele leuke cowboyhoed. Oh, jongens, het wordt echt super leuk. Dus we gaan vandaag ons een beetje verkleden. Als cowboys en cowgirls in de westernstijl. Deze is ook grappig trouwens. En dan heb je nog meer. En oh, deze is ook heel erg leuk. Lucilla stond deze ook heel leuk. Heb ik Lucilla gepast. Alleen bij Lucilla was deze nog iets te groot. Maar ik ben benieuwd hoe die bij die meiden dus staat. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe het bij elkaar past. Nou, goed. Ik ga allemaal weer snel inpakken. Want zoals jullie merken gaan we zo weer naar het schoolplein om de kinderen ophalen van school. En dan gaan we dus meteen door naar de dansschool waar we dit dus eigenlijk allemaal gaan meenemen. En Luan en Lucilla en Lucy als eerste voor het eerste keer de dansmeiden van de videoclip gaan ontmoeten. En dat we dus eventjes de kleren kunnen doorpassen. Waardoor ik een beetje beter weet wat ik moet bestellen. Wat formaat ik moet bestellen. En wat allemaal leuk bij elkaar past. Woezo en Pip die mogen ook meedoen in de videoclip trouwens. En Sammy volgens mij ook. Volgens mij krijgt Sammy ook een rolletje in de clip. Want dat vond Luan heel erg leuk. Die hoort er natuurlijk ook bij. En Pipje die doet zijn sjaaltje om. Hé, doen we jou zijn sjaaltje om. En Woezo, wat doen we jou? Kom eens hier. Woes. En Woezo doen we een sheriff pet op. Een sheriff hoed. Ah, kijk dan. Woezo. Ben jij de sheriff? Woezo is de sheriff. Kijk, sheriff. Zo'n klein pistooltje in zijn pootje. Nee, kom. Nou, ik pak alles weer in. En we gaan eerst de kinderen van school halen. En dan door naar de dansschool. En wie zijn daar weer? En Lucilla. Wat gaan we doen, jongens? We gaan even Luxie ophalen. We gaan eerst even Luxie ophalen van het kinderdagverblijf. Want die moesten we nog even ophalen. En wat gaan we doen? Oh, Luan heeft iets gezien. Oh, ja, ik zie geen konijnen meer zitten. Nee. Eerst waren we een konijntje. Wat gaan wij zo meteen doen, jongen? Dan gaan we even naar de dansschool. En 4 meisjes heb ik in mijn clip. Maar helaas kon 1 meisje er even vandaag niet zijn. Maar die zie je wel in mijn clip. Dus 3 meisjes gaan we even de setjes laten passen. De kleren passen. Gaan Lucille ook kleedjes passen? Ja. Maar eerst gaan we Luxie ophalen. Gaan we gluren? Ja? Oké. Gaan we kijken. Ze zit helemaal in het achterste klasje. Ja. In het klasje waar Lucilla ook heeft gezeten en waar Luan ook heeft gezeten. Dat is grappig, hè? Ja, die hebben jullie ook gespeeld toen we zo klein waren. Even kijken, om het hoekje spieken. Zand? Hi. Hallo. Luxie. Kijk eens. Hallo. Kijk eens, Luxie, wie ik heb meegenomen. Luan en Lucilla. Ja. Zo, Luxie, was het leuk? We hebben Luxie weer ook weer erbij. We hebben het klopje weer compleet. En Luxie mag ook wel gaan passen, hè? Met een cowboy setje. We hebben ook een heel leuk cowgirl setje. Zo, Luan die heeft zijn verkleedstas meegenomen. Oh. Ja, jongen. Dat is een... Oh, niet door de plas lopen. Dat is een zware tas, jongen. Daar zitten alle verkleedskleren in. Ik kan nog maar 20. Alle cowboy spullen. En Luxie is ook mee. Luxie heeft ook leuk gehad. Moet jij lachen. Ja, dat is de zon. We hebben het zonnetje in het gezicht. Ja! Yeah. Gaan we eens even kijken. Ik ben wel heel benieuwd nu wat voor een dansmeisje je krijgt. Ik kan niet meer. We zijn er bijna, kerel. Bijna. Hier moeten we naar binnen toe. Oh. Ja, dat is heel wat, kerel. Kijk eens, houdt de deur voor je open. Dat is vriendelijk. Dankjewel. Nou, daar zijn we weer. En hier gaan we naar de danszalen natuurlijk. En dan gaan we eens even kijken waar ze zijn. Hallo meiden. Wat leuk jullie te zien. Zijn jullie onze danseressen? Hallo. Hallo. Wat leuk. Kijk eens wat we hebben meegenomen. Een hele grote tas vol kleding. Dan zijn we wel benieuwd of alles goed gaat passen, Lu. Want dat is even nog de vraag.
Dus we gaan eens even kijken. Zullen we het allemaal gewoon eruit gaan halen? Ja. Het is toch bijna carnaval. Dan gaan we gewoon lekker met z'n allen verkleden als cowgirl en cowboy. Goed? Ja. Hop, zeté. Tadadada. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit. Volgens mij die jij vast hebt iets voor Luxie. De meiden weten nog niet wat het thema gaat worden van de videoclip waarin ze meedansen. Maar we hebben dus natuurlijk wel kleren meegenomen. Wat denken jullie als je het zo een beetje ziet? Ja, allemaal wit. Zou het over een cowboy gaan, Lu? Ja, dat klopt. Ja, het gaat over dus jullie worden cowgirls. Cool. En dan gaan we eens even kijken wat voor leuke cowgirls jurkjes we allemaal hebben. Wil jij die ook uit? Ja, gaan we allemaal maar uitpakken. Ik moet zeggen, Farah vindt het natuurlijk mega leuk. Kleertjes bestellen, inkopen en passen. Het is hier een kleine filmset. Alleen dan heeft Farah alle kleding bedacht. Dus, deupjes omhoog voor mijn vrouw met haar kleding. Luxie, leuk hè? Ja, gezellig dan. Ja, maar. Ik had altijd nu al opgedaan. Farah heeft deze voor mij besteld. Zo hoort het eruit te zien. Maar het plaatje is anders dan de realiteit. Ik zie er zo uit, maar ik heb wel een lasso ervan. Stella, Luxie. Ziet het eruit of is het een beetje gek? Hé, hey, Farah, ik zie eruit als een visser. Ja. Ik zie je rood als een visser, of niet? Dat plaatje is helemaal anders, kijk dan. Zo hoort het te zijn, Lucilla. Ja, maar jij hebt die jas zo dicht. Oh. Kijk, dat is een detail. Oh ja, ja, nou wordt het maar wel weer komen. Maar ja, is die anders? Nou, we passen er eventjes door. Wauw, 1, 2, 3. Jullie zeggen cowboy. Cowboy. En cowgirls, hè? Oh, ja. Dus de setjes allemaal gepast. En we hebben nou even gekeken wat goed bij ze staat. Wat ze leuk vinden, wat Luan leuk vindt. Maar ook of de maten een beetje goed zijn. Zodat we de goede maten kunnen bestellen. En Luxie, Luxie die wou die. Dus die smoelt wat eerder afgeblijft. Dus nu niet. Papa die vindt het leuk als ze het aandoet. Maar jij hebt ook je kostuum. Luxie, over 20 jaar dan zie je dat ik het zelf niet wou. Ze wil het wel, alleen niet nu. Wat vind jij er zelf van, jongen? Ik vind de setjes wel leuk, maar weet je? Nou? Dat jurkje die zij nu aan heeft, ik vind het een beetje te groot eruit zien. Oké, okay. Die vind je die van haar, van Lucilla? Nee. Die, ja, kijk, het jurkje van deze, dit is een flop. Die wordt hem sowieso niet. Deze, die gaat het waarschijnlijk wel worden, want dit is een heel mooi jurkje. En die is ook heel leuk, alleen wat is mis met die? Nou, hij is te klein. En hij is een beetje aan de korte kant, hè? Ja. Als je met blote benen doet, dan zie je onderbroek. Ja, dat lijkt me geen handig plan, nee. En die is ook wel heel erg leuk. Alleen, we vinden dat wit misschien iets minder matchen bij jouw outfits. Juist. He, dat was het. Dus wat nu het plan is, is dat jullie met z'n drieën die nog even mogen passen. Zodat we weten wat jullie maten worden voor dat jurkje. Ja. En dan kunnen we die gaan bestellen. En dan bestel je die jurkje. En dan bestellen we dat jurkje. Ja, is dat een goed idee? Luan, die wilt jullie heel erg graag het liedje alvast laten horen. Jullie in de vlog moeten nog even een beetje geduld hebben. Maar deze meiden die hebben de primeur. Dat is een soort van eerste optreden. De vierde meisje zit trouwens ook bij. Ze hebben nu de vier meiden compleet. En we gaan eens even luisteren wat het nou precies gaat worden, jongen. Dat we een beetje in de stemming komen. Ja. Nou, meiden, wat vonden jullie ervan? Ja, hebben jullie er zin in? Ja. Ja, nou, heel veel succes bij jullie training. Want jullie gaan nu weer lekker trainen. En dan gaan wij straks het leuke clip in elkaar zetten, Lu. Ja. Geef ze mama high five. Tot op de dansrepetitie. Bij de clip. Nou, we hebben eerst nog de dansrepetitie, want we gaan een hele leuke choreografie met Claudia maken. Oh ja. Dus ja. Dan gaan we hier ook nog met z'n allen oefenen. Dat is leuk, hè? Ja. Jij is de outfit, ja. Nou, doei meiden. Doeg. Hier hebben we onze cowboy Luan. Cool, jongen. Ziet er heel cool uit. Dit is de outfit van Lucilla. En die heeft zo'n taille band. Nee, die is een beetje aan de grote kant. Dat is veel te los. Dus wat we gaan doen, is eens even vragen aan oma. Of oma even mag helpen met het innemen hier. Dat deze ook past. Leuk, hè? Leuke schatje, vind je die mooi? Doe eens een mooi rondje, kan die mooi draaien? Wauw. Heel erg stoer. En
Tada! Dit is de outfit van Leon en Lucilla. En Luxie die is moe van het kinderdagverblijf, dus ze wil dat jurkje niet aan. Maar goed, ik ga ervan uit dat die wel goed past. Anders doe ik dat morgen even. Kijk dan. Denken jullie dat jullie hier wel een beetje goed in kunnen dansen, hè? Ja. Nou, Sil, laat eens even zien, je rondje. Ja, je pistool moet ik nog bestellen. En ik moet nog andere attributen allemaal doen. Maar de kleren, die hebben we in ieder geval al. Ja, leuk, schatje. Ja, heel leuk. Ben jij de cowgirl? En dan is Luan de cowboy. Die is Chinees halen en die heeft de camera in de auto laten liggen. Tenminste, die heb ik in de auto laten liggen. Dus ik heb even geen andere camera dan deze. Maar de kinderen die gaan gewoon lekker door met het verkleedspartijtje. Want we zijn nu in de kamer van Luan. En hier hebben we onze cowboy en onze cowgirls. Kijk! En Lucilla heeft nu ook een ander jurkje aan die die meisjes aan hadden. Die was voor hun te klein. Maar voor jou past het wel, hè? Ja, hoor. Luxie heeft ook een cowgirl jurkje aan. Heb je ook een mooie cowgirl jurkje aan? Ja, ik zie het die. Laten we even kijken. Kijk, Luxie is ook een cowgirl. Ja, mooi schatje. Nou, heel erg mooi. En dan word je ook een cowboy hamster. Grappig, hè? Ja. Past ook wel goed bij jou. En zelfs dit mondkapje. Vind je dat een mondkapje? Ja. Dat is stoer cowboy. Want sommige cowboys zijn dieven. En dan kunnen de polities niet kennen wie dat nou is. Dat klopt. Ja.
Leuk. Ik zit net in de auto onderweg voor dat lekkere Chinese maaltijdje. Maar ik realiseer me in één keer, morgen is het Valentijnsdag. Dat kan ik niet vergeten natuurlijk. Dus laten we even kijken of ik iets voor mijn liefste Valentijn Farah kan vinden. We kunnen elkaar morgen met de kindjes blij maken. En een Valentijnskaartje. En een kleinigheid. En net even een lekker familiepakket Chinese eten. Ik weet niet of het wat is, maar mama heeft het gedaan. Een outfit aan. Weet wat of niet? Nou, ziet er mooi uit. Ga er iets naar achteren. Oh, oh, dit. Ja, hij zakt alleen een beetje af. Ja. Nou, volgens mij hebben we wel genoeg cowboy en cowgirl outfits gepast. En volgens mij hoor ik papa binnenkomen met lekkere Chinees. Ja. Lekkere Chinees. Gaan we lekker Chinees eten? Ja, dat hoorde jij ook, hè? Nou, we verlaten hier onze kamer. We gaan dit straks allemaal eventjes opruimen. Daar is dus de camera. Ik zelf van, waar is de camera gebleven? Daar had ik even met de actioncam net wat leuke beeldjes boven gemaakt. Maar Daniel, die was lekker Chinees halen, zoals jullie hebben kunnen zien. Ja, de camera zat in de jaszak. Ja, ik heb gekookt. Kijk, dit hebben we vanavond. Heel lekker. Een lekker Chineesje. Hebben jullie zin in nasi en een bami? Ja! Nou, wij gaan lekker eten. Oh, Luxie moet even blazen, hè? Goed zo. Maar volgens mij is het niet meer zo heet, hoor. Probeer maar. Morgen ja? Voor de lunch. Morgen eten we nog Chinees bij de lunch. Warm eten in de buik. Ja. Terwijl hier zo lekker die Chinees aan het eten zijn, is het bijna vakantie. We gaan in de voorjaarsvakantie lekker op... Winterspoor! Precies, waar we heen gaan, dat gaan jullie morgen zien. Maar we gaan in ieder geval weer lekker skiën, Luxie. Gaat Luxie ook skiën? Ik kan skiën. Lucilla kan skiën en Luan die kan skiën. Ja, Luxie ook. We hopen dat er sneeuw ligt. We hopen dat er sneeuw ligt, ja. We zien er gewoon geen sneeuw. Dus dat is wel weer gezellig. Dus er komen weer hele leuke wintersportvlogs aan. Maar morgen eerst nog even een half dagje naar school. Hè. En dan pakken mama en papa morgen alles in als jullie op school zitten. En dan kunnen we zo vanuit school hoep, door op wintersport. Morgen gaan we dus op vakantie op wintersport. Mogen jullie weer mee en zien jullie waar we natuurlijk weer naartoe gaan. Maar voor nu sluiten we deze vlog af voor vandaag. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de... Duimpje omhoog! Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En we zien jullie morgen in een nieuwe vlog. Oh ja, en trouwens, Luan's liedje die komt dus uit in maart. Dus we moeten toch even geduld hebben. Spannend. Tot morgen! 12 april, meet and greet. Ja, hier even wat vlog. Voeg je hart, bom mee, feest lekker. Met ons mee. De hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.